Yo mensen, Jeraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Fortnite minigame hier natuurlijk in een creative server. Ik zit hier vandaag weer samen met de enige echte one and only Rick. Hallo. Hallo, en Linda. Hallo. Hallo, en wat wij vandaag gaan spelen is, wij gaan spelen met de nieuwe baller. Dat is natuurlijk een nieuw voertuig die is toegevoegd aan de game. En we gaan daar niet zomaar mee spelen, maar we gaan zo meteen een bal uitkiezen. Die bal wordt van jou, dus ja, jullie mogen er al in gaan zitten. Oké. Linda die kiest die en Rick die. Nou, dan kies ik voor degene die achter jullie. En dan gaan we zo meteen een pinballmachine in. Je ziet hem daar al een beetje op de achtergrond liggen. En nu is het ons doel om 100 balletjes per persoon te verzamelen. Degenen die binnen 5 minuten de meeste balletjes heeft verzameld, die heeft gewonnen. En dat doen wij 2 keer achter elkaar, want we spelen 2 verschillende rondes. En het enige wat ik eigenlijk dan kan zeggen is, mogen de beste winnen. Dus vind je het nog leuk? Ram natuurlijk zo'n keihard op like, dat zou ik super, super doof vinden. Ik zal de mapcode ook weer in de beschrijving zetten. Zodat je hem zelf voor jezelf met je vrienden kan gaan spelen. En mocht je me nog extra willen supporten, kan je natuurlijk altijd Jeraski met dubbel Grieks ei op het einde gebruiken in de itemshop. En dan zijn we er eigenlijk klaar voor, of niet? Zeker. Ja, ben ik klaar voor. Ja? Alright, dan gaan we beginnen. Hier gaan we dan. We gaan naar de ingang. Ga maar. Rick, jij mag als eerste. Ja? Succes! Okay, dan gaan we, Lin. Go, go, go. Je mag natuurlijk ook de plopper, de ontstopper die op de voorkant zit gebruiken. Je mag ook je boost gebruiken die nog extra bij zit. En ik moet er ook nog bij zeggen, er zitten ook nog geheime routes. Waardoor je heel veel balletjes kan verzamelen. Dus dat moet ik er even bij zeggen. Ja, dat klinkt goed. En ik weet... Oh, ik zie er hier al een. Ben je dood? Ja. Hoe kan je doodgaan? Je kan ook doodgaan erin. Echt? Ja. Oh, dan moeten we nog gaan opletten ook. Oh, ik zie hier heel veel balletjes. Ik heb er een paar kunnen pakken. Je moet echt naar die afsnijroutes gaan. Want daar kan je gewoon mee winnen. Je ziet rechtsbovenin zie je mij scoren. En de tijd staan die we nog hebben. Oh, ik ben ook dood! Ja. Holy crap, je gelanceert jezelf dan, joh. Ja, ik zie het, ja. Oh, dan moet ik een nieuwe bal pakken. Ik heb een geheime route gepakt. Nee, echt? Hoeveel balletjes heb je al? 42. Ja, dat is echt. Nee, meen je dat? Ja, dat meen ik echt. Oh my god. Afgelopen zijn, hè? Ja, dat is waar. Ja, wacht, ik zie hier heel veel balletjes. Ik ga ervoor gewoon. Hoeveel heb jij er, Jan? Ik heb er 15, bro. Ik ook. Wacht, ik heb er nu 17. Oh, hop. 21. Dat is toch echt heel erg slecht. Ik zie hier een geheime ingang. Wacht, dat is de uitgang. Waar zit de ingang? Hier is de ingang. Ik heb een geheime route. Ja. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Wat? Oh, dit gaat snel. 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ja, dat is inderdaad snel, ja. Ja, die vind ik wel leuk eigenlijk. 46, 48, en ik ben eruit. Oei. Ik heb er veel. Ik sta eerste. De eerste? Ja, je ziet ook wie er eerst staat, want ik heb nu een eentje naast mijn score staan. Nu sta ik weer tweede, dus dan heeft Linda me weer ingehaald. We hebben weer close, joh. Oh, dit is spannend, joh. We hebben ook nog 3 minuten op de klok. Ik vind dit leuk, man. Ja, ik ook. Ja, dit is lachen. Holy knetter. Je moet wel goed die... Oh, kan ik hier... Ik wou weer daarin, maar... Je moet wel goed je... Hoe noem je dat? Je ontstopper gebruiken. Ik weet nog steeds hoe het heet. Ja! Oké, dit is lekker. Hoeveel heb je er? Oh nee, ik word weer de andere kant opgebouwd. Dat weet je niet. 78. 78! Oh, die knetter. Ja, en jullie? Ik heb er 66. Oeh, wacht. Wat dicht bij elkaar, hoor. Ja, sowieso. Maar ik moet zo'n afsnijroute. Is dit er ook één? Dit is er ook één! Ga hier naartoe, bolletje! Ga hier naartoe! Bij sommige moet je echt uitkijken, dan zijn alle balletjes al uit. Nee! Ik wil deze hebben! Hier zitten er zoveel in! Nee, ik kom er niet! Want ik moet hier naar het plafond. Al wel is iemand van me stil, dan word ik boos. Ik ben erin! Oh, ik ben erin! Let's go! Let's go! Ja! 85! Nee! 88! Holy cat, ik heb 91! 92! Nee! 93! 95! Linda, ik sta eerste! Ja, ik sta nog steeds op 86, ik heb er al lang niks meer bij gekregen. Nee, maar nu er komen ook steeds minder balletjes te liggen, hè, want ze worden gepakt en ze spannen niet meer in. Ik moet er nog 3! Serieus? Ik moet er nog 3! Nee, ik moet er nog 8! Kom op! Yes! Lekker. Let's go! Oké, de eerste ronde heb ik gewonnen. We gaan gewoon meteen door naar de tweede ronde, ja? Ja, is goed. Oké, restart. Oeh, 1-0 voor mij. Oké, dit vind ik leuk, man. Nu kennen we natuurlijk ook wel een beetje de pinball arena, hè. Dus, pak je bal maar weer.
Yes? Dus we weten nu al eigenlijk waar de afsnijroute zit. Even wachten tot iedereen er is. Go! En go, 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 go! Hé, hey, beetje maar inhalen, jij sneaky bastard. Ja, Linda ligt nu al eerste, oké. Dit is leuk, joh, ik zweer het je. Oké, meteen de afsnijroute, even voordat iemand anders het doet. Meteen erin! Hier is de train. Nee, ik mis hem! Oh! Ga je er nog niet gelijk... Nee, je moet heel goed die plopper gebruiken, dan lukt het nog, maar... Je bounce echt alle kanten op. Wacht, zit er hier ook een of niet? Nee! Ik weet niet of dit er een is. Ik ging er langs! Echt? Ja. Wacht, hier zit er een. Hier ging ik net in. Dat weet ik. Alsjeblieft. Ja! Erin. Ik ben er ook in één. Ja. Ik heb er al 3, 20, 25, 30! Nee, joh. Ik heb er echt al knijterveel, ouwe. Je krijgt er dan echt in één keer superveel. Ja, joh. Maar ik kom er niet meer uit! Nee! Ik ben eruit. Oeh. Ik sta tweede. Wie staat er eerste dan? Ik? Echt? Rick, jij probeerde daarin te gaan, hè? Ik ga hem eens even van je stelen, jongen. Ik ga hem eens even van je stelen, Rick. Ja, Rick. Ik ben erin. Ik heb hem van hem gestolen. Thanks, hè, bro. Thanks, hè, bro. Wat is dit? Zo, ik heb er 60. Ik heb er 30. Ja. Hoe kom je erin? Ja, ik ging Rick's afstand. Ik ging Rick's secret kamertje in. Oh, ik ben dood! Nee! Ja, dat kost me tijd. Dit kost me tijd. Uh-oh. Je moet maar net ook weten waar de kamers zitten waar je al die punten krijgt. Nee, klopt. Want jij bent er ook al in één gegaan, maar jij hebt veel meer punten. Ik ben er al in twee gegaan, hè. Dat zijn de enige twee die ik weet. Ik ben er ook maar weer in eentje gegaan. Ja, ik wil hier naartoe. Oh, hier krijg je niet veel... Oh, daar krijg je niet veel punten. Kom op, balletje. Kom op, rol je naartoe. Is dit er ook één? Of nee, daar ga je nice. Dood waarschijnlijk. Hoppa! Oh, hier zit er ook één! Nee, dan wou ik dit dat Jan mij niet kan inhalen. Uh-oh, ik ga dood, denk ik. Wacht, ik zie er hier ook één. Wacht, ik heb erin gevonden! Nee, ik word eruit gebounced. Kom op, ik ga helemaal de andere kant op! Kom op, ik wil hier erin. Niet naar boven, hier erin! Ja! Ik ben erin! 85, 86, ik heb iemand ingehaald! Ja! Jongens, kijk hoeveel punten. Yes! Oké, Rick, even maar 33. Oh. Zullen we gewoon nog eentje doen? Ja, dat is wel lachen. Oké, nog eentje. Ik heb er nu al twee keer gewonnen. Kom op, hè! Kom op! Oké, pak maar weer je bal. Dan gaan we voor de laatste keer. Ik vind het echt lachen, jongen. Maar je moet die geheime routes pakken. Daarmee win je. Nou, ga maar hoor. Jullie mogen gaan. Jullie mogen. Ik geef jullie... Geen voorsprong, kom eraan. Ik heb Linda nog ingehaald ook. Nee, ik ga jullie geen voorsprong geven deze keer. Okay. Hier links zit er sowieso vet veel. Ja, maar daar kom je niet zo makkelijk. Ja, jawel, je moet die plopper gebruiken. Ik ben er nu in. Kijk. Ja, je moet echt plopper. Heel goed... Kijk, hoe hard ik gebounced word. Ja, het is geen plopper. Hoe noem je dat? Ik noem dat een wc-ontstopper, maar... Plopper. Ja, dat weet ik veel ook. Wat zit hier dan? Wacht, wat zit hier? Ik weet niet wat ik doe, maar het lukt me niet om erin te komen. Oh, sorry. Ik wil hier tussendoor. Laat me hier alsjeblieft tussendoor, game. Kom op. Deze is echt moeilijk waar ik nu naartoe wil, man. Ja, ik zit er in één. Echt lekker bezig. Lekker. Ja, ik probeer ergens in te komen. Hij zit helemaal daar beneden zit er één. Maar die is lastig, man. Oh, wacht, dit is mijn moment. Dit is mijn kans. Ik focus me echt te veel op één ding. Nee! Nee, ik word er weer afgebounced! Ja, ik rol erin. Ik ben er! Let's go! Eindelijk in eentje. Ik heb er 28 nu. Is hier al iemand in geweest? Ik duurde even, maar... Oh, nee, ik ga weer terug naar boven. Ik ben er nog één. Nee, Rick, ga er voorbij in. Jongens, dit klinkt allemaal zo fout, ouwe. Holy knetter, ouwe. Ik heb er 55, 56, 57. Wat? Ja, daar staat hem. Ja, klopt, maar dat is een geheime route, maar ik weet niet hoe je daarin komt. Daar liggen heel veel balletjes. Nee, ja, er staat daar iemand. Maar ik weet niet hoe je daarin komt. Ik ben dood. Oh, daar moet je er dus niet in. Dat is dus echt game over. Ik zit echt gewoon mijn tijd te verdoen met één ding waar ik de hele tijd graag in wil. Ja, maar misschien is die ook al door iemand anders, hoe noem je dat? Gevuld gepakt. Of gepakt. Hop. Oké, door het midden. Maar hoe kom je bij dit mannetje uit inderdaad, ja, Rick? Dat vraag ik me ook af. Ik heb het geprobeerd, maar...
Oh, hier zit er ook nog één. Hier zit ook nog een route. Of niet? Nee, er is een uitgang van iets. Oh, ik ben erin. Ik heb al de punten gepakt daar. Echt? Ja. Nou, die zit nog in. Nee, helemaal niet. Alle punten zitten er nog in. Nou, alle punten... Nee. Bij die waar dat mannetje staat wel. Misschien bij jullie dan. Superveel in. Ja. Ik denk ook eigenlijk... Wacht. Ik denk... Je kan ze allemaal dat per persoon het... pakken. Ja, ik denk het ook dat het per persoon is. Dus het maakt niet uit of... Oh, maar daar komen we ook nu pas achter. Oh my god. Dus het maakt niet uit of iemand anders al in een bepaalde route is geweest. Want het is voor iedereen liggen dezelfde balletjes er. En jij kan alleen die balletjes die jij ziet pakken. En een ander die ziet zijn eigen balletjes liggen. Ja. En dan komen we nu pas achter. Oh, lekker slim hoor. Ja, dit is echt... Ik ben weer dood. Hoeveel punten hebben jullie? Ik heb 76. Oh, Ricky gaat deze winnen. Oh, dan weet ik wel. Hier waarschijnlijk nou, dat kan nog van alles. Hé, maar dit is wel echt heel slecht van ons dat we daar nu pas achter komen. Wauw. Oké, Rick heeft ook nog een puntje. Dan heb ik er 2 gehaald. Dan heeft Rick er 1 gehaald. En Linda, sorry. Ja, helaas. Maar dan heb jij er geen 1 gehaald. Helaas. Helaas, pindakaas. Maar ik vond het wel leuk. Ja, het was wel lachen. Helaas zit hierbij wel weer deze minigame erop. Ik vond het heel, heel erg leuk om te spelen. Alleen ja, het was wel een beetje stom van ons. Want we zijn er letterlijk pas in ronde 3 achtergekomen dat dus de balletjes die jij ziet ook de balletjes zijn die jij kan oppakken. Dus gaat Rick een bepaalde route in, dan kan ik ook nog die route ingaan. Omdat iedereen zijn eigen balletjes heeft. Dus dat weten we dat voor de volgende keer. Maar dit is wel een nieuwe soort minigame. Want ze hebben dat natuurlijk in de laatste update pas toegevoegd. En ik vind het lachen, man. Ja, ik vind het ook leuk. Ik vond het ook leuk. Dus mochten er meer maps uitkomen, ja, dan kunnen we die ook nog wel gaan spelen. Linde, die gaat denk ik gewoon nog een keer. Die gaat tegen zichzelf strijden zometeen. Dus mocht je hebben genoten, ram natuurlijk zo zijn kaart op de line-up. Dat zou ik super, super doof vinden. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hopelijk ook weer zoals altijd... Tot de volgende keer. Bye bye.